Na 2,5 jaar komt er een einde aan het liefdesverhaal van Sylvie Meijs en Niklas Castello. De twee laten vandaag weten te gaan scheiden omdat hun levensstijlen te verschillend zijn voor een toekomst samen. 1 juni 2019. Tijdens de bruiloft van een goede vriendin ontmoeten Niklas en Sylvie elkaar. Als niet lang daarna Sylvie wordt gespot met een enorme ring om haar vinger, doet ze daar nogal mysterieus over als onze verslaggever Marius ernaar vraagt. Het is gewoon echt een hele mooie ring, ja, vind ik ook. Nou, hij is echt prachtig. Ja, het is mooi, hè? Heb je die gekregen? Ik vind het echt een hele mooie ring. Ik ben er heel blij mee. De tortelduifjes lopen dus hard van stapel. Een paar maanden na die eerste ontmoeting zijn ze verloofd. Het was bij ons wirklich love at first sight. Ik heb hem gezien. En dat is zo vielleicht een cliché, maar man spürt, wenn du diese Menschen triffst, dan bemerkst du, dass die Luft knistert. Op 9 september 2020 trouwt het stel in Italië. 4 dagen lang is het feest. Now you can kiss the bride. De beide echte lieden hebben niet echt een standaard huwelijk. Ze worden weinig samen gespot. Ook duiken er steeds meer geruchten op dat Niklas vreemd gaat. In september vorig jaar in Open Kaart met Robert Rodenburg laat Sylvie weten dat ze een modern huwelijk hebben. Mijn man en ik, wij wonen niet samen. Dus wij hebben sowieso een soort van modern marriage. Yeah. Waarbij we allebei hard aan het werk zijn. Elkaar meestal zien in de weekends en op vakantie. Maar of dat modern marriage uiteindelijk de doodsteek is geweest, valt nog te bezien. Ben je dan snel, ik weet niet of dat ook... Ben ik snel verliefd? Nou, ben je snel verveeld dan? Natuurlijk. Ja. Natuurlijk ben ik snel verveeld. Ik ben een veroveraar. Ja? Oh ja. Sylvie de veroveraar. Nou, ja. We gaan het weer beleven de komende jaren. Ik denk wel, waar was jij? Toen je het hoorde. Nou, het was toch de schok van de dag. Even een rondje, jongens. Ik had een broodje kroket en ik heb hem meteen laten vallen. En ik ben er nog steeds van aan het bijkomen. Kijk, nee, zoiets bedoel ik. Echt een vroege zondagochtend door Evert op de hoogte gebracht. Ja. Was totaal in shock. Maar ja, het kwam ook niet als een verrassing natuurlijk, laten we eerlijk wezen. Ja, dat is een dom, in januari al gebracht dat het hele gezin uit elkaar gevallen was. Ze hebben heel leuk kerst gevierd, voorbeeld voor iedereen. Rondom hun zoontje, ja. Damian. Iedereen was erbij met de kerst. En met oud en nieuw waren ze op de Malediven. En daarna zat iedereen overal ergens. Want Sylvie blijft dan in Hamburg. Hij woonde in Zurich, maar zat net zoveel in Amerika als in Berlijn. Ze zagen elkaar echt nooit. En dan kan Sylvie wel zeggen, het is een soort van modern marriage. Maar dat is niet wat zij gewild heeft. En eigenlijk heeft het al een hele moeilijke basis gehad. Want hij houdt niet van publiciteit. En dat trouw je met een van de meest gefotografeerde vrouwen van Duitsland. Dat was nou niet de perfecte combinatie. Hoezeer ze ook voor elkaar vielen. En hoe gelukkig ze in het begin ook leken te zijn. Maar ja, laten we het ook niet overdrijven. Dat is 3,5 jaar geleden. Dus 2,5 jaar daarvan zijn ze getrouwd geweest. Je hoorde net, het huwelijk duurde 4 dagen. Dat is de laatste keer geweest dat ze 4 dagen bij elkaar waren. Aaneengesloten, geloof ik. Dus ja, het was niet helemaal voor het geluk geboren. En ik kan me wel voorstellen dat ze op een gegeven moment hebben ingezien dat zij toch wel te verschillend waren. Zij helemaal outgoing. Degelijk hoor. Echt, ik ben dol op Sylvie. Wat ze bereikt heeft in Duitsland. Echt heel erg petje af. En hij, ja, het is altijd een beetje dubieus geworden. Hij deed altijd het voorkomen alsof zijn kunstwerken voor tonnen over de toonbank gingen. Maar dat hebben wij nooit kunnen vaststellen. En ja, het is een beetje een figuur die wij nooit goed hebben leren kennen. Juist omdat hij zelfs aan de zijde van Sylvie zich goed wist te verstoppen altijd. Het is ook wel heel sneu, toch? Want zij is echt wel op zoek, volgens mij, naar liefde. Ja, dat geloof ik ook wel. En heeft een paar keer gedacht dat gevonden te hebben. Nooit bij de groenteboer, maar wel met mannen die geld hadden en mannen van de wereld waren. Daar was hij eigenlijk trouwens nog een van de minste van. Ja, we hebben natuurlijk, is zij heel gelukkig geweest met Rafael van der Vaart. Dat moet ik echt benadrukken. Ook in die tijd dat zij kanker had, waren die twee er heel erg voor elkaar. Rafael, petje af. Voor Sylvie. En daarna zijn er wat mannen geweest waarvan iedereen al van verre zag aankomen dat dat niks zou worden. Ik weet de namen niet eens meer, maar er zijn er zoveel geweest. Op een gegeven moment had je die Fransman. En ze zit nu in Tulum trouwens, in Mexico. Daar is een feest van een vriendin gaande. En daar probeert ze zich een beetje te verzetten. En en als ze terugkomt in Hamburg, dan begint het weer helemaal van voor en af aan. Veug je daarop? Ja, precies, zo klinkt het wel. Dus voor je blad goed. Maar nou ja, misschien moet ze gewoon niet trouwen.
Maar ik zag haar eigenlijk wel gewoon lekker je gang gaan. Een vlottere man of zo. Op die carrière. Misschien komt die groenteboer dan nog een keer voorbij. Die foto's die net als Charles Bel Aouk, dat was een zakenman uit het Midden-Oosten. Nou, zij was al gescheiden. De meeste Arabieren trouwen niet met een gescheiden vrouw. Opnieuw. En die Spaanse edelman, ja, dat leek ook wel... Toen zou ze gravin worden, geloof ik. Nou, dat leek ook nog wel wat. Maar dat is toch ook allemaal niks geworden. En ja, er ligt een wereld voor de open. Ze is heel gewild. Ook nog steeds in Duitsland. Niet meer bij de televisie, maar ik kan geen krant openslaan. Of er staan advertenties van Sylvie in. Ze verdient nog steeds heel goed haar eigen geld. En er zal wel weer iemand op het pad komen. Boer zoekt vrouw, misschien. Ja. Mij zoekt. Boer. Mij zoekt boer. Ja. Nou, zo iemand zou het misschien heel gelukkig kunnen maken. Ja, je weet het niet. We gaan het zien.